Ik ben Robert Muren en ik ben speler van FC Volendam. Muren! 1-0 Volendam! Oh, dat is hem! Dat is hem gewoon! Nou, de doelstelling vanaf het begin was natuurlijk promotie. Ja, dan ga je dat seizoen in de keukenkampioendivisie en dan begin je heel slecht. En het is 2-1 voor Arend Den Haag. Wat staat hier vrij? Volendam, nu ook lege handen. Vervolgens heb je een reeks van 26 wedstrijden waarin je ongeslagen blijft. En dan gaat dat gevoel richting die doelstelling toch wel leven. Ja, wie anders dan Robert Muren? Waar is de ruimte? Bij Muren! En kijk eens naar de reactie. En je merkt dan op een gegeven moment als de tegenstanders punten gaan spelen en je staat er 11 of 13 voor, dat het heel dichtbij komt. Ja, dan komt die dip. Ja, dan sta je met 2-0 achter. Romero, 1-1 met Stankovic. Waar we 6 wedstrijden lang niet hebben gewonnen. En dan voel je het uit de handen glippen. Ja, en dan moet er iets ontstaan in de groep. Gezegd van wat er ook gaat gebeuren, we gaan het gras opvreten. Wij gaan dit niet meer uit handen geven. Dat is de goede bal. Schot hoopt dat tegen de paal gaat. Het is er voorbij. Bij Van der Pavert. En kan zelf gaan schieten. Muren! Schampt die bal nog. Dat lijkt ook genoeg voor Kaandorp. En die zit er heerlijk in, zeg. Hulchik. En Muren schampt hem. En uiteindelijk gaat hij erin via Van Michem. Gaat Volendam die reeks van 6 wedstrijden op rij dan eindelijk doorbreken. En dat doet hij ook. Schoenmerjongen, wat een goal, zeg. Muren maakt zijn belofte waar. We gaan knallen en 3 punten pakken tegen de Graafschap. Een man van zijn woord. De ontlading die bij de 3-1 viel was natuurlijk wel, dat spreekt boekdelen. En toen kwamen we weer steeds dichter bij ons doel. Promotie. Je merkt ook aan iedereen dat de mensen ernaar snakken. Ja, en dan bij Den Bosch uit, dan kun je het afmaken. En dan doen we dat. Van der Steen zat dat helemaal verkeerd in. En dan staat Volendam met 1-0 voor. Krijgt hem voor de goal en Muren drukt af. Zo is het 2-0. En risico neemt. Het is een schitterende paas. Nu de langste binnenschuiven. Dan is het weer spannend. In Den Bosch 2-1. Wat een goede goal. Aanhandig met de vrije schop. Bal verlengd door Maguire. Komt nog een corner. Nee, die corner komt er niet meer. Want Volendam is er. Volendam is terug in de Eredivisie. Het gevoel om te promoveren, ja. Het is natuurlijk het mooiste wat er is. Ook omdat het zo lang geleden is. En zo varen we de Eredivisie in.